Huis van Nijntje. Het is wel niet zo groot, maar wel heel erg gezellig. De luiken die zijn dood. Nijn heeft een eigen bordje en ook een eigen kat. Nijn heeft een eigen lepel en een eentje en de kat. Nijn heeft een eigen beker en die is handig hoor, want weet je, Nijntjes beker heeft aan elke kant een oor. Het huis heeft ook een kapstok, daaraan hangt Nijn haar jas, daaronder staan haar glazen, die heeft zij nog maar vast. Het speelgoed dat bewaart zij in deze grote mand, die staat niet in het midden, maar keurig aan de kant. Moet ook. Daar zit de blauwe trein in. En ook de gele beer. De boom met alle kleuren. En daarin zit nog veel meer. Dag! Nijn heeft een eigen stoeltje. Daar zit zij dikwijls op. Soms zomaar in haar eentje. Maar vaak ook met haar pop. Dan is er nog de kleerkast. En die is aardig groot. De kleerkast heeft twee deuren. De knoppen die zijn rood. Daarin hangen haar jurken. Veel netjes naast elkaar. En ook de jurk met bloemen. Haar feestjurk die hangt daar. En verder nog een werkbroek. Daar zit een flinke tafel. Zoals je hier maar ziet. Het huis heeft ook een klok hoor. De klok hangt aan de muur. Daarop kan Nijn goed kijken. Het is bijna 7 uur. En als het 7 uur is, gaat Nijntje, net als jij, naar bed, want ook voor Nijntje is dan de dag voorbij. Hij staat rond op dat jongen. Naar bed. Naar bed.